Meneer Wenzel, de partij staat voor grote uitdagingen. Ja. En we zitten in een coalitie. Maar je weet op welke partij alle ogen gericht zijn. Je weet op welke partij alle ogen gericht zijn, de VHP. Maar dat maakt ook dat er meer controle is op ons. Dat maakt ook namelijk dat men met ons met een microscoop bekijkt. Zie dat als een uitdaging. Dat maakt ook dat men die lat voor de VHP hoger zet. Zie dat als een uitdaging. Dat maakt ook dat men veel van ons gaat eisen. Zie dat als een uitdaging. En niet als een dreiging. En niet als een minpunt. En niet als een kritiek. Laten we beter worden. Laten we sterker worden. Laten we hoge doelen halen. Voor die samenleving. En als we vandaag hier staan in een coalitieregering en we kijken naar de resultaten, maar ook naar het verleden, toen er grote uitdagingen waren en wat de rol van de VHP was. Of het was zoals de pandiet gezegd heeft, om een andere partij de nodige steun te geven om in het bestuur te brengen. In het kader van die verbroederingspolitiek. Of het nou was in een militaire periode om een democratie terug te brengen. Of het nou was in een ernstige crisisperiode om te zorgen dat we uit die crisis komen. Of het nou was in een oorlogssituatie van het binnenland om vrede te brengen. VHP heeft constant haar verantwoordelijkheid opgepakt. VHP heeft constant haar verantwoordelijkheid laten gelden. Soms met onbegrip bij achterban. En dat is wat we nu weer doen. In een tijd van ernstige crisis. En ik geef u de garantie. We gaan dit land uit die diepe crisis halen. U gaat de komende 2,5 jaar zien welke resultaten we neer gaan zetten. Omdat zware werk al achter de rug is. Alleen vraag ik eenheid. Alleen vraag ik collectiviteit. Alleen vraag ik samenwerking. Alleen vraag ik discipline. Dat is wat ik vraag. Mijn mensen, één ding staat duidelijk. Dit land, als je een goede toekomst wil hebben. Dit land, als je goed bestuur wil hebben. Dit land, als de volgende generatie gegarandeerd wil zijn van een duurzame ontwikkeling, kan dit land niet zonder de VHP. En geen enkel coalitie zal kunnen werken zonder de VHP als je een duurzame ontwikkeling wil. En dat is wat we moeten beseffen aan de hand van onze 74 jaren ervaring, wijsheid, deskundigheid en kennis. En dat is onze inzet. Dat we voorstander zijn van samenwerking. Dat is ons motto geweest. Zelf sterker. Zelf sterk, maar samen sterker. En dat zal ook blijven.